Welkom allemaal bij alweer vlog 7. In deze vlog wil ik jullie een app laten zien wat wel min of meer een spelletje is, maar met name informatief bedoeld is. Het is de app die heet Naar het Oogziekenhuis en je ziet hem hier staan. Hij is een beetje klein, ik zal hem even optillen. Je ziet twee poppetjes erop. Even scherp stellen. Kijk. Twee poppetjes erop naar het oogziekenhuis. En in deze app worden kinderen spelenderwijs meegenomen in hoe het is om naar de oogdokter te gaan. Het is gemaakt door het Oogziekenhuis Rotterdam. Maar het is uiteraard natuurlijk ook te gebruiken als je met je kind naar de oogdokter, de oogarts in een ander ziekenhuis gaat. Normaal als je gaat spelen begint hij gelijk bij het eerste hoofdstuk. Ik was net tijdens het uitproberen al een aantal hoofdstukken verder gegaan. Via de home knop kwam ik toen bij de index. En dan kan je dus zeggen van nou weet je dat eerste dat heb ik nu al een paar keer gedaan. We gaan weer opnieuw naar de oogdokter. Ik wil even de wachtkamer doornemen of ik wil helpen met de weg vinden. Ik begin nu met jullie gewoon even bij de eerste. Zodat jullie ook weten hoe het gaat. Hallo, wat leuk dat je er bent. Dit is Tommy. En dit zijn Tommy's ouders. Tommy heeft vandaag een afspraak in het oogziekenhuis. De dokter gaat kijken of de oogjes van Tommy goed werken en jij mag met hem mee. Ja, er wordt dus een verhaaltje verteld, je kan het eventueel nog meelezen. Voordat Tommy naar het oogziekenhuis gaat, is het goed om even te controleren... Nou, dit klik ik heel even weg. Wat denk jij dat Tommy moet meenemen? Ja, dus je kan meelezen, je kan ook alleen luisteren. Die Tommy nodig heeft en klik deze aan. Nu staan er in het huis, zijn er een aantal onderdelen gekleurd. Om het in ieder geval al visueel al makkelijker te maken. Rechts zie je de vorm van wat je moet zoeken. En in het huis moet je dus de gekleurde vorm erbij zoeken. Is het voor het kind toch nog wel lastig te zien aan de rechterkant. Maar je kan wel de kleurtjes zien op de tekening. Laten we dan gewoon één voor één alles aanvinken of aantikken. Dus stel je voor, ik begin met de bloemen. Oh, nou, er gebeurt niks, dus de bloemen gaan niet mee naar het oogziekenhuis. Ik zie hier nog het op de tafel liggen. Nou, ik weet dat het de sleutel is en die sleutel zie ik ook hier. Ik hoef er alleen maar op te klikken. Is Tommy's papa zijn sleutels vergeten? Goed dat je ze hebt gevonden. En dan gaat hij er zelf naartoe. Nou, volgende. Hierin kan Tommy de tas. Als het te langzaam gaat, ga je gewoon door. Goed zo. Dit is de verwijsbrief. Teddy is Tommy's beste vriendje. Teddy, overal mee. En dan gaat hij verder. Dus zo gaat hij door en door. Nou, ik sla dit even over. Ik heb dus nu op de home-knop gedrukt. En ik wil het volgende spelletje... Want soms is er alleen even een verhaaltje en dan komt er weer een spelletje. Het puzzelstukje en maak zo de weg af. Dus ik moet nu vader helpen de weg te vinden. Dus welk van deze vier stukjes hoort ertussen, zodat hij door kan rijden? Nou, als ik die doe, laat hij het ook zien. Zegt, oh nee, dat kan niet. En dan verdwijnt hij daarna. Dus het wordt steeds makkelijker. Goed zo. Nou, als je het heel leuk vindt, kan je het nog een keer doen. Of je zegt, nee, ik ga door en ik ga verder. Nou, dan gaat hij verder rijden. Ja, zij komt bij langzamerhand in de stad. Spelen allemaal kinderen op straat. En lopen mensen. Wat ik wel heel grappig gedaan vind, is dat ze zo over de brug gaan. Die vlakbij het oogziekenhuis ligt. De Erasmusbrug. Ja, dus voor de kennis onder ons, dan weet je dat je in Rotterdam rijdt. Nou ja, zo gaat hij dus gewoon door. En dan kan je dus spelenderwijs een verhaaltje luisteren, kijken. Met wat spelonderdelen ertussen. Zodat je wat vertrouwd raakt hoe het werkt in het ziekenhuis. En het is een gratis app. Dus ik zou zeggen, downloaden en kijken of het wat is voor jullie kinderen. Nou, dit was de app voor vandaag. Dus naar het oogziekenhuis. En ja, dat was het.